Er is onduidelijkheid rondom de vergunningverlening van de bouw van het Elvenbos. GroenLinks wil een groenere oplossing en stelde vragen aan de wethouder. Wat is het Elvenbos? Het Elvenbos is een kinderopvangverblijf in park Klarenbeek. En daar werd gebouwd zonder vergunning. En daar waren wel meerdere burgers verontrust over. En daar hoorden we veel geluiden over. Dus toentertijd hadden we al onze ogen op het project. Mm-hmm. En de ODRA werd er bijgehaald en die heeft het toen bouwstop ingelast. Wat was de reden dat die burgers daar verontrust over waren? Eigenlijk vooral omdat het vrij grootschalig was in de optiek van die burgers. Er werd een betonnen keerwand geplaatst. En die is vrij aanwezig. Het is natuurlijk een park. En als er opeens een betonnen keerwand staat die de voorheen groene verloop daar opeens markeert, dan is dat wel een heftige ervaring. Mm-hmm. En het werd dus stilgelegd. Er was een bouwstop. In mijn optiek met de verwachting dat er iets aan gedaan werd. En dat was niet het geval. De vergunning is alsnog verleend. Er loopt dus nu een nieuwe procedure. De wethouder heeft dus eigenlijk vrijwel gemeld dat het college er vrij weinig aan kan doen. En dat het helemaal een ODRA aangelegenheid is. Wij zijn van mening dat het college wel degelijk verantwoordelijk is voor wat de ODRA uitvoert. En dat is ook waarom we nog met een agenderingsverzoek zullen komen. Om toch verder uit te zoeken hoe dit in het vervolg vermeden kan worden. En hoe deze situatie nou verder afgehandeld dient te worden. Het college stelt dat zij daar geen invloed op hebben gehad. Dat kan natuurlijk in deze, maar dan is het nu wel zaak dat ze dat wel gaan doen. En dat is ook waarom we graag willen weten hoe dit verder wordt opgelost. En we zijn ook van mening dat het groene uiterlijk van het park benadeelt. En we willen dat heel graag behouden. Dus we zouden graag een oplossing zien die vergroent en niet een betonnen keerwand. Ja, wat gaat het u dan om de situatie? Of is de situatie daar ter plekke nog anders dan wat nu gebeurt? Nou, eigenlijk beide. Je kan wel zeggen dat het Elvenbos is de aanleiding. Mm-hmm. Maar dit legt ook wel bloot dat de ODRA misschien niet altijd handelt naar hoe wij dat graag zouden zien. Mm-hmm. Dus in het agenderingszoek zullen we ook vragen stellen over hoe de ODRA handelt en hoe dat meer in lijn van de visie van de raad en het college zal zijn. Specifiek over deze plek, vindt u dan dat de bouw nu ook gestopt of zelfs teruggedraaid zou moeten worden? Nou, er is nu schijnbaar een bezwaarprocedure op deze vergunning. Dus ik begrijp ook dat daar nu vrij weinig over gezegd kan worden. Dat dat eerst afgehandeld wordt, daar gaan we natuurlijk niet op wachten. We willen nu daar al iets over kunnen zeggen. Mm-hmm. En dat is ook waarom we het agenderingsverzoek zullen indienen. En dan gaan we verder kijken hoe we dit kunnen oplossen. U kunt niet iets over die procedure zeggen, maar natuurlijk wel over wat u zou willen. Hè? Wat is uw visie op die plekken? Wat zou u daar graag zien? Ik denk dat dat niet alleen aan mij is. Dat is ook waarom we dat samen moeten overleggen. Maar het is een park waar ik zelf ook geregeld kom. Het is hartstikke groen. Nu veel minder. En ik denk dat dat niet past bij het groene karakter van Arnhem. En dat is waar we graag iets aan zouden willen doen. Zowel op deze locatie, maar ook zeker in het vervolg. GroenLinks wil een groenere oplossing en stelde vragen aan de wethouder.